Van de Blaarkoop in Groningen naar het roodbonte vee in het Gelderse Bronkhorst, dat sedert 1482 de kleinste stad van Nederland is. Van de 44 huizen waar dit stadje uit bestaat, is het Hoge Huis, dat uit 1633 dateert en dat zetel is geweest van de ontvanger, het opvallendste. Zeer mooi is de oude kapel. Na een bewogen geschiedenis in 1960 eindelijk is grondig gerestaureerd en in de luister van zijn stijl hersteld. Het is de slotkapel van het vroegere kasteel Bronkhorst uit 1344. Trouwens, de gemeente Steenderen, waar Bronkhorst toe behoort, heeft heel veel aan de restauratie van dit stadje gedaan. En dit was dan ook de reden waarom de ANWB het gemeentebestuur een oude pomp op het plein heeft aangeboden. Burgemeester Kruijf was de eerste die aan de pomp zwengelde en even later keek men belangstellend toe hoe hij en de heer Zimmerman, de vicevoorzitter van de ANWB, zich te goed deden aan een fris drankje. Daarna liep heel Bronkhorst naar de pomp, die ook toeristen wel zal verlokken even af te buigen van de weg van Zutphen naar Doetinchem om de schoonheid van dit pittoreske stadje op zich te laten inwerken.